We kregen het verzoek om het geboorteadres van Jan Hendrik Webbink op te zoeken. Hier staat het bericht op de Facebookgroep Historie Frieseveen. Laten we eens even kijken wat we hebben kunnen vinden. Laten we eerst eens gaan kijken naar de geboorteakte van Jan Hendrik. Hier zien wij zijn geboorteakte. Lambertus Webbink, 24 jaar, turfschipper in Frieseveen, die doet de aangifte. Dat is zijn vader. Hier zien we de getuigen, Wieger Hammink en Cornelis Weijers. En dan zien we hier zijn moeder staan, Catharina Jacoba Oort. Op 4 december namiddags om 5:30 is hij geboren, ten zijne huizen, dus het huis van zijn vader. En heeft de voornaam gekregen van Jan Hendrik. En hier zien we ook nog de handtekening van Lambertus Webbink. Laten we dan eens even gaan kijken in het bevolkingsregister. En dan gaan we hier zo naar pagina 1372. En dan zien we hier zo Jan Hendrik Webbink staan. Dit is het bevolkingsregister van 1910 tot 1920. En Jan Hendrik woont daar samen met zijn vader Lambertus en zijn moeder Catharina Jacoba. Vader Lambertus is linnenwever, dat zien we hier. En moeder is fabrieksarbeidster. Het adres waar zij wonen, dat is wijk 6, nummer 545A. En zij zijn er komen wonen op 12 juli. En ik ga ervan uit dat het het jaar van hun huwelijk is. En het jaar ook waar, wanneer Jan Hendrik geboren is, in 1919. En vader kwam uit Hellendoorn. En moeder, dat zien we hier zo, die is gekomen van pagina 982. Dus dat is een ander boek van de gemeente Frieseveen. Zij vertrekken op 11 mei 1921 naar de Hammerweg in Vroomshoop, gemeente Den Ham. En laten we ook nog eens even kijken of we dan ook zijn moeder kunnen vinden waar zij vandaan gekomen is. Dat zien we op bladzijde 982, dat is deze bladzijde. En als we even in gaan zoomen, dan zien we hier zo de moeder staan, Catharina Jacoba. Zij is hier nog natuurlijk de dochter. Ook toen was zij ook fabrieksarbeidster. Dus toen ze nog bij haar ouders woonde. En hier zien wij dat ze naar pagina 1372 is vertrokken. Geen datum van het vertrek. Dat is altijd jammer. Maar goed, dat zijn de gegevens die de meneer van den Burgerstand heeft opgenomen. Dan gaan we naar een uitwerking van het bevolkingsregister. Dat zien we hier zo. Dat zien we bovenaan 1860, 1880. Nou, elke 10 jaar werd er vaak een nieuw boek aangemaakt. En als we even goed kijken, dan zien we hier zo. Even kijken, waar staat hij nou? Hier zo, hier staat Lambertus bovenaan. Nou, in die periode van 1910 tot 1920 woonden daar eerst ook al andere personen. Roelof Stegeman, Johan Fokke, Fien Abbing en Berend Peddemos. En wat daarna gebeurt, dat weet ik nog niet. Dat heb ik nog niet uitgezocht. En dat is tegenwoordig adres Westeinde 468A. Dan hadden we het net in die geboorteakte over een Wieger Hammink. En wat blijkt, die Wieger Hammink, die staat hier zo. En dat was de buurman, want die woonde op het Westeinde 468. Waar Lambertus op wijk 6 545A woonde, woont Wieger Hammink op 545. En het huis van Lambertus was dus een deel van de woning van Wieger Hammink. Die andere getuige, ik vermoed dat het ook een buurman is. Hier een huis ernaast, want hier zien wij Gerrit Weijers. En dat was volgens mij de vader van Cornelis Weijers. Die we in de geboorteakte zagen als tweede getuige. Nou, dan hebben we hier nog een overzichtje. Nog even van dat adres. Niet heel veel gegevens. Hier zien we het huisnummer weer staan. Hè. Dat was eerst 642A en werd 545A. Lambertus zien we hier niet tussen staan. Of eigenlijk. Maar goed. En dit zijn PAO, dat staat voor de personele of hoofdelijke aanslag. Nou, dat was een soort van inkomstenbelasting en soms deels ook vermogensbelasting. Kijken we naar het adres van Wieger Hammink. Daar zie je dus al behoorlijk wat meer gegevens.
En nou, dat loopt al vanaf 1880. En er zijn dus veel meer notities. En hier zo bijvoorbeeld in 1987, dan zie je hon, en dat is de hondenbelasting bijvoorbeeld. Hier zo in 1900 de grondbelasting. En zo hebben we dus van verschillende belastingen hier ook de gegevens verzameld. Dus op meerdere plekken hebben we gegevens kunnen vinden. En later meer.